Kijkers, en welkom bij deze hele nieuwe videoserie zal ik zeggen. Het is namelijk de videoserie Green White Valley. Deze serie gaat proberen redelijk veel online te krijgen. Namelijk, één keer komt hij op YouTube gewoon een video en de andere keer gaat hij een livestream doen. Dus eigenlijk twee keer werken, maar de ene keer livestream ik op Twitch deze serie en de andere maak ik er een video van mijn farming. En als je me nou live wil zien op Twitch, volg ons dus kunnen Twitch. Dat zou ik heel fijn vinden. Dus ik ga van dit op koers mee zetten en dan ga ik zelf inzaaien. Ik heb wel handmatig aankopen, ja. Anders doet dat een beetje allemaal te lang. Dus zullen we nog een steun met dit willen. Het is namelijk dit wel starter. Heel leuk. Dus ja. Dus dat moet ik dus twee zetten, hè. Wat? Moet ik hier één hier nemen? Paal 32. Omheen. Doe ik het niet. Oké. En dan tik ik gewoon op een route in. En als je kijkt, zo rijdt hij heel tijd. Dus ja. En we gaan met deze case gaan inzaaien. Ja, nu natuurlijk alles weer omver heen, typisch. Oké, we moeten even inzaaien. We gaan nogal inzaaien. Haven, bovenop, zo hebben we al inzaaien. En zo hebben we inzaaien. Oké, daar zie ik. Pallets. Seeds pallets. Dus daar gaan we dan een keer brengen. Alleen het achteruitrijden is niet zo handig. Lekker zo mensen. Je bent zo goed bezig met achteruitrijden. Heel mooi, jongen. Het is wel een hele mooie case dat hier is. Dat is een hele mooie case. R. Alles erin te krijgen. Dus eigenlijk een beetje alles aan. Ja. Ik denk dat hij de 4000 liter in kan. Ah oh, nee, toch bijna 3000 liter. Oké. Nee. Dus ja, misschien ga ik een timelapse maken. Hoe dat ik een beetje ga inzijn, maar. Dat is niet per se. Het is wel een rood veld, hoor, vriend. Yo. Het is een big veld. Ja man, we gaan toch wel een beetje moeten upgraden voor grotere machines. Maar ja. Hé, hey, dit lukt ook niet. Dit lukt ook niet. Nooit gezegd dat dit niet zo lukt. Je hebt gewoon even een beetje tijd nodig om het allemaal goed te krijgen. Wat is het? Nee? Wow. Ja, hier en daar weet ik al kleine stukjes. Niet, niet zoveel. Of wel, maar ja. Die bochten moeten ook wel altijd maar. Maar als dit sojabonen zijn, oh my, we gaan hier heel veel geld van krijgen. Dat kan ik je als eens vertellen.
Ja, die kleine stukjes van het alleen een beetje te denken hoe bij de rand aan anders gaat het niet meer. Dus ja, ik ga wel even een beetje verder werken. En ik ga je waarschijnlijk zien als ik een beetje aan het helft van het verhaal zit. Want het kan een beetje lang duren. En dan misschien na het helft van het verhaal kan ik een kleine timelapse maken van. Maar dat zal ik misschien. Dus ik zie je tot straks. En zo, voilà. Ik zit nu op het helft van het veld ongeveer. Ik heb even een beetje zeggen struggelen met de GPS mod, maar alles is nu niet ingesteld. Dus ik ga dit even dat andere lijntje nog mooi recht maken. En dan ga ik waarschijnlijk de timelapse beginnen starten. Zie, en dat geluid dat je dit hoort is de GPS die aan en uit gaat. Ik heb de lijnen nu niet gaan aanstaan. Omdat het een beetje irritant is om dit te zien. Oh, wat doe ik, wat doe ik? Kijk nu, ik draai nu niet en mijn GPS draait gewoon vanzelf. Dus niet meer aan de GPS. Dus ja, ik ga na dit strookje even een timelapse starten. En ik hoop dat jullie er een beetje van genieten. Ik weet nog niet dat ik dit deze keer ga bemesten. Waarschijnlijk de volgende aflevering ga ik dit van bemesten en dan kan allemaal koersplein van mij ook moeten inzaaien. Dus ja, of te zeggen dat we in de livestream doen. Ik vreet gewoon door al die knopjes. Ik hoor er gek van. Ik hoor er helemaal gek van. Dus ja boys, ik zie jullie en na de timer wanneer ik dit foutje heb ingezet. Zo, voilà, we gaan even de
Dat is een nieuwe vriend. Ik denk dat ik... eerst zal er nog volgende week, ik denk dat ik ook aankomend dinsdag ga live gaan met deze map. Dus ik denk dat ik het even staan. Deze man. Staat er niet bij, hè? Staat er niet bij, hè? Staat er niet bij, hè? Nee, wat? Oké, er staat er niet. We zijn waarschijnlijk... ga ik de woensdag live gaan. Maar elke woensdag live gaan proberen. En ja, dan hou ik wel zien zeker. Dus waarschijnlijk komt er eerst nog een videootje. En dan de halen, ja, de halen. Nou, komt de livestream. De livestream van de ene. De stofmeldertje. En dan misschien kan ik kijken voor een job of zo doen in de livestream. 3.000 miljoen, 6.000 dollar, miljoen, spring. Cartoon. Ja, cartoon kunnen wij ook koers bezetten, maar wij een beetje werken. Nou, we kunnen ook een beetje halen. Die kleine dingetjes in de. En dan zijn we er vanaf van het inzaaien. Dan kunnen we dit wel te bemesten. Dank je wel, Kospin. Kospin zeg ik. Yes. Is dat. Ik denk dat we als we dan met dat veld, dat ik nog even de dag ga verkopen. Voilà, laat ik dat hier mooi tussen neerzetten, dat is nog helemaal goed. Dat is nog mooi zien. Oh, epic achteruit, kerels. Nee, oké. Okay. Oké, okay, even... Wat is dat? Ik denk dat ik even zelf ga rijden. Fuck Kuspey, fuck you Kuspey. Fuck you. Misschien heb ik veel meer rondjes eronderheen dat hij beter kan draaien. Maar ja, kijk. Goed, ziet het niet meer uit. Het duurt te lang. Ik sta hier in het tentje. Waar kan je hooi verkopen? Stro. Stro, zeg. Hoe is de hooizolder? Waar is de hooizolder? Hooizolder zie ik ook niet. Dat kan niet zo, dat kan niet zo. Oh, bro. Dus ik zie wanneer ik een beetje het graan ga verkopen. Tot straks. Oh. Okietjes, voilà. Het veld is klaar. Het is dat is een beetje moeite. En ik denk dat we dit dan gaan verkopen. En misschien ben ik van plan om dit al dit stro gaan op te gaan rapen. Maar we hebben eerst een opraapmachine nodig. Maar ik wil niet gaan dat wel kopen, we hebben nu nog geld, dus we moeten nu een beetje.
beetje van profiteren. Niks slecht, hè? Ook heel lekker. En dat is dat er niets met aan kan, maar voorlopig nu nog wel. We gaan even deze kar verleden vullen. Ja, starten. Oké. Laten we even een regje aandoen. Dat is misschien een beetje comfortabeler voor hem. Misschien voelt hij daar een beetje mee beter. Oké, even kijken. Waar kan je het best tarwe verkopen? Zo, melk. Niet zo veel. Tarwe. 26 Lotto Milk. Waar is dat? Hier zo. Dus dan is er gewoon heel de tijd die straat vol en dan afstand. Oké. Laten we daar dan naartoe gaan. Here we come. Met de mega trein trekken. Hier toch onze trein. Maar dat kan ik niet zijn. Waar is dat? Maar dan staat er hier nog een poort. Goed zo. Ja. Go, has op dat pedaal. Has op dat pedaal. Oh, we zitten in een andere weer in Engeland, denk ik. Dan is er allemaal de andere kant op. Dus ja, gaan we dat maar ook doen. Maar ik ben misschien ook van plan om een beetje een grotere bag te kopen voor ons een vriend. Eentje, ja. Eentje dat ik ook gebruik in Sturmoot. Die bek, ja. Ik moet even bezig met je heet. Oh shit. Oh joh. Hier zal ik even zien aankomen. Dat mag niet, hè. Jongen. Ja, ik ben te duur tegen je reet tegen mij. Hij zit heel de tijd in mijn hand of zo. En dat. Nee, deze trap kan dan niet aan het daar is. Maar hé, hey, we kunnen dit. Wij zijn echte mensen. Even kijken, een hele systeem. Oh, maar verrekt wel. En ik hoop dat we toch wel een wat geld krijgen. Zulke allemaal serieuze vuilnis. Ja, onze vuil is een van de kleinste vuilnis, denk ik. Hé, maar dat maakt niet zoveel uit. Wij gaan ook groot worden. Wij gaan ook grote boeren worden. Ja, ik ben wel een beetje... We moeten even... Oh nee, de andere kant niet toe. Oh, daar! Dat is een pauw. Een paal, dat was een hele grote paal. Stevige paal ook. Voilà, nu als de kerstmis. Ook stond ik een keer veel te vroeg uit. Ja, maar. Dit is het. De Lilo Mill. Hoeveel geld gaan we hiervoor krijgen? In. Oh, veel in. Tienduizend? Ja hoor, 10.000, 15, 13.000. Is flink wat. En nee, weet je wat ik nu direct ga doen? Ja, ik moet dat gewoon direct deze gaan kopen. Nee, niet hier kopen. Maar kijken waar dat de shop is. Waar is de winkel? Is het dit de winkel? Nee. Waar is de winkel? Ah, daar is de winkel. Dan moeten we helemaal zo. Ai. Ja, maar ik ga waarschijnlijk even na dit die ballenpens ophalen.
Dus Bart, ik wil je alles bedanken om deze video te kijken. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze serie. Ik ga deze week nog niet live gaan. Maar sowieso volgende week ga ik wel live gaan. En ja, ik ga proberen op Twitch 3 keer live te gaan. 1 keer met de map, met de oude man, met de vrienden. Maar ja, die zijn ook weer nooit meer online, maar daar speel ik ook nog altijd op. Dan 1 keer Fortnite of Warzone, dus heel te welke week het is. En dan ook nog waarschijnlijk ja, met deze map in. Dus ja, ik hoor alles een beetje inplannen. Klaas, twee noten nou. Alles gewoon wat doen. Dus ja. Ik zie jullie waarschijnlijk de volgende keer weer terug.